Het succes van 61 is dus dat ik naar Noorwegen gegaan ben. Dat ik daar op vroeg ben gaan trainen in oktober. Dat ik daar mijn stijl totaal heb omgegooid. Henk van der Schrift met de witte handschoenen aan legde de basis voor zijn wereldtitel op de 500 meter waarop hij tegen de Noor Maya reed. Dit is het schaatsbaantje wat wij zelf hebben aangelegd in Noorwegen. Waar ik dus ben begonnen te trainen. En daar kon je dus heel onbevangen en op je eentje in allerlei stijlen kon je daar uitproberen. Ik had het tijdens de Olympische Spelen jaar daarvoor verschillende stijlen gezien. Ik had dus een zweet gezien die niet zo werkte van krachten, spieren. Want dat was dus Nederland. Nederland had alleen maar sterke rijders op de lange afstand. En ik wilde dus wat sneller. Dus eigenlijk heb ik het afgekeken van die buitenlanders. En ik heb toen ook de schaatskleding, het wollen pak, heb ik ingeruild voor een nylon pak. Of pak was het niet, het waren twee mio's over elkaar. En een t-shirt met aangebreide mouwen. En dat is eigenlijk het succes van 61 geweest. Die 10 kilometer was mijn verwachting van proberen toch nog op het podium te komen. Want één zit er niet in en twee, dat zal mooi zijn. De 10.000 meter moest toen de beslissing brengen. Van der Grift mocht hierin niet meer dan 20,5 seconden verliezen. Op de Rus Kozitschkin wilde hij zijn eerste plaats behouden. Zo'n 20 ronden zat ik gelijk en toen begon ik dus te verliezen. Elke ronde exact 1 seconde verloor ik. Iedereen had zich al beneergelegd. Ik kon net even tekort. Dus het publiek, dat was vrij rustig. Maar toen de volgende ronde, dat iedereen dacht het is gebeurd, zat ik nog gelijk. En toen begon het publiek dus erg. Ik dacht, nou, wat is hier aan de hand? En toen ben ik dus steeds harder gegaan en harder gegaan. Toen keek ik op het scorebord. En daar zag ik dat ik boven Victor Kozitschkin stond. De man uit Breukelen toonde zich de beste allroundrijder van dit toernooi. Een wereldkampioen van grote allure. Trots, dat ken ik niet. Maar ik ben blij dat ik die tijd heb meegemaakt. En daar ben ik gewoon blij om. En als je dat vertaalt als trots, vind ik dat prima. Maar ik ben blij.